Wordt dit groter dan The Voice, denk je? Ik wist natuurlijk dat die vraag kwam. Ik vind het zo lastig. Het zou best kunnen. Voor hoeveel kijkers gaan we nou eigenlijk? 3 miljoen! Als dat zou kunnen. Je hoort het, de verwachtingen zijn hoog gespannen voor John de Mol's nieuwe talentenshow Everstars op SBS6. Met geen echte zangers, maar virtuele talenten. Na 3 jaar keihard werken aan allerlei ingewikkelde technieken is vandaag de grote lancering hier in Studio 24 in Hilversum. Welkom bij Everstars. Let's go! Alles goed? Goed. Hey. Ik doe het zo. Ja, mijn mond viel ook open van verbazing toen ik de eerste keer de studio inliep. Er zijn denk ik ongeveer 100 keer zoveel mensen bij betrokken als bij een YouTube-filmpje van mij. Het leuke aan dit concept, het is totaal nieuw. Calvin, jij noemde het net een beetje maf, dit programma. Geldt dat voor jou ook? Vind jij dat ook een beetje maf allemaal? Ik vind het vooral echt next level. Het is soms een beetje maf, maar als je dan ziet hoeveel bloed, zweet en tranen erin zit. Een show met Everstars. Het zijn geen mensen, maar ze lijken wel net echt. Klinkt allemaal super lastig. En geloof me, dat is het ook. Het is wel echt cool eigenlijk. Ook een keer leuk als niet als Ben Saunders te gaan. De jongste Everstar is Kyoko. De Everstar van Klaasje, Meijer en Valerie. Je wordt gebeld met de vraag, wil je een Everstar zijn? Wat zeg je dan? Dan zeg je een wat? Ja. Ik was heel benieuwd, hoe gaat het overkomen? En hoe gaan die karakters allemaal tot leven komen? We moeten echt samen dus vee acteren. Dat is best wel spannend. Ze hebben uitgepakt vandaar. Ja. En dan is de belangrijkste man achter dit project, John de Mol, afwezig. Ja, jammer. Zit hij thuis ziek? Ja, nou, dat is sneu. Hij was vaak hier hoor. Hij was bij elke repetitiedag was hij er en op de draaidagen zelf eigenlijk ook. Hij zat veel in zijn hokje, dat weet ik. In zijn hokje, dat moet je even uitleggen hoor. Hokje. Oh, en hoe ziet dat eruit dan? Ja, een zwart hoekje waar hij vaak in zit, toch? Nee. Hij zat inderdaad wel echt achter een soort zwart gordijn tijdens de show. Ja. En daar hoorde hij dan af en toe wat kreten achter hem vandaan komen. Zoals? Ja, ik weet niet precies wat. Maar af en toe dan was het, nee, dat moet anders. Ja. Ben nu toch wel benieuwd waar dan dat hokje is van John de Mol. Even kijken of we het hier kunnen vragen. Is hier het geheime hokje van John de Mol? We zoeken het geheime hokje van John de Mol. Ja, dat is niet hier. Nee, hier. Oké. Ik dacht bijna te lezen het geheime hokje van John de Mol, maar ook niet, nee. Niemand mag er natuurlijk wat over zeggen. Ik zie wel zijn auto staan. Waar is dat geheime hokje van John de Mol? Dat is niet meer hier. Niet meer hier? Alleen tijdens de studio. Met wie zit hij daar dan? Met meerdere mensen. Met meerdere mensen? Ja, ze zijn gewoon een afkijkje. Hoe was het om met hem samen te werken? Het lijkt me ook wel gewoon heel erg spannend. Ja, dat vond ik dus niet. Nee, want het is ook gewoon een dude. En, hoor je dat, John? Je bent gewoon een dude. Denk je dat mensen fan kunnen worden van een Everstar? Ja, dat denk ik wel. Dus het is niet zomaar een poppetje die je gaat zingen en dansen, maar er zit veel meer achter. How do you rate an Everstar? You have an idea of what to expect when you walk in the studio. But with Everstars, it was totally different. Er zit een jury, Nick en Simon, Nicky Romero. Ja, hebben zij nou echt verstand van Everstars? Nee, maar wie heeft er dan wel verstand van Everstars? Komt-ie. Ja, dat is... What you wanted to really look for and how you wanted to judge them was a whole learning experience for us as well. Er veel emoties bij kijken? Ja, zeker. Ja, maar ik heb dingen soms denk ik iets te persoonlijk opgevat. Dit klinkt alsof we even iets moeten uitleggen, maar je hebt heftige kritiek gehad. Nee, dat viel heel erg mee. Ik vond het heel fascinerend om te zien hoe snel we die schakeling maakten van wij zijn avatars, wij zijn wezens aan het bejureren. Hoe snel je vergat dat er twee mensen achter schuilden. En daar moest je het ook eigenlijk niet te persoonlijk nemen. Ja. Ja, dat doe je toch, je doet het toch. Het valt me wel op dat John de Mol jullie steeds belt, Nick en Simon, als je weer iets nieuws gaat bedenken. Want bij The Voice of Holland destijds zaten jullie ook als eerste in de jury. Ik denk dat dat misschien wel meespeelt, want ook The Voice was ook een nieuw concept en daar maakten we ook deel van uit vanaf het eerste uur. Wordt dit groter dan The Voice, denk je? Het zou best kunnen. Het zou wel kunnen. Het zou echt kunnen. Ik wist natuurlijk dat die vraag kwam. Ik vind het zo lastig. Ja. Dat zou heel vet zijn. En it brings back memories. Hoe The Voice werd gelanceerd qua pers. Was ook groots en grootschalig. Natuurlijk zeggen wij, ja, dit wordt gruwelijk. Want ik weet wat voor bloed, zweet en tranen erin zit. Maar als je thuis op de bank zit met je hand in je zak chips.
dan weet je dat allemaal niet. Nee. Dus ja, of het dan aanslaat, we zullen zien. Voor hoeveel kijkers gaan we nou eigenlijk? Hè? Want ik heb het gevoel, er hangt veel van af. Zoveel mogelijk. Nou, we gaan voor 10 miljoen of zo. 10 miljoen? 3 miljoen! Dat zou wel echt dik zijn, jongen. Dan heb je dat Voice verdubbeld gewoon. Die was voor mij 4,5. Als dat zou kunnen, dan staan we aan de vooravond van een grote hit. Maar ja, dat is afwachten.